zijn. De hele sfeer, iedereen is vriendelijk, gewoon gemoedelijk. Echt een dorpssuper is het. En ik denk, ja, als ik dan ergens zou willen werken, is het toch wel hier. Ik ben nu wel met pensioen en ik heb te veel energie om thuis te blijven zitten. Hey Rut, heb jij de eieren al gespiegeld? Volgens mij wel. Ja? Dan gaan we eens even kijken. Mijn werkgever, mijn huidige werkgever is dan Erik en hij is protestant. Daardoor ook op zondag gesloten, dat sprak me ook erg aan. Op een gegeven moment ben ik naar hem toegestapt en ook gevraagd, joh, heb je niet een leuk baantje voor me? Na een week belde hij, zegt, ik kan je wel gebruiken als kwaliteitsmedewerker. Het is heel simpel, het is kwaliteitsronde lopen door de hele zaak heen. Zorgen dat alles er netjes uitziet, zorgen dat er geen overdatum producten aanwezig zijn, zorgen dat de producten die dreigen overdatum te zijn, dat die tegen 35% gestikkerd worden en daarna verkocht kunnen worden. Je bent wat ouder, klanten die trekken daar toch wat op aan. Meneer, kunt u mij helpen? Ik zoek drop. U zoekt drop? Ja. Nou, dan ga ik u zeggen waar de drop ligt. Want je ziet hier af en toe dat er gewoon een borst niet meer. Nee, zo is dat. Dan zijn we kijken hoor, wat voor drop zoekt u? Want hier staan ze allemaal. En ze hebben soms ook wel eens persoonlijk dingen te bespreken. En daar heb ik ook een open oor voor. En kan ik ook daarin soms wel eens wat betekenen voor mensen die, ja, wat problemen hebben en dat wordt heel erg gewaardeerd. Het leuke aan bijvoorbeeld Piet is dat hij enorm sociaal is. Dat hij al vele jaren woont in het dorp Krimpanderlek. En dat is zeker een meerwaarde, want hij kent ook iedere klant. Daarnaast merk je ook dat Piet ook echt een soort opa Piet is hier binnen het bedrijf. En dat is ook wel heel leuk. Want zelfs de jongere medewerkers die komen ook bij hem met bepaalde vragen. En Piet met zijn levenservaring heeft natuurlijk overal antwoorden op. Ja, als je hem door de winkel heen ziet gaan, is hij dus ook een echt voorbeeld voor de jongere medewerkers. Die hem daar ook echt in volgen. Is die goed, ja? Wil u er één of twee? Eentje? Ja, het is al duur genoeg, hè? Het is inderdaad fysiek is het soms best belastend. Ik heb toen ik hier de eerste week werkte, toen heb ik nooit kunnen denken dat ik zoveel spieren en gewricht in mijn lijf had. Dus alles kraakte en piepte en dat ik denk, jongens, dit hou ik nooit vol. Maar naarmate de tijd vorderde, word je daar ook wat innovatiever in en ga je op zoek naar, wat kan ik nou voor mezelf doen om het fysiek ook zo licht mogelijk te houden. Toen ben ik naar een tuincentrum gegaan, heb een kussentje gekocht waar je mee in de tuin gewoon lekker op je knieën kan werken. En dat heb ik hier ook op de werkvloer bij me. Dus zodra dat ik echt serieus laag bij de grond moest zijn, dan leg ik dat kussentje neer, ga ik met mijn knieën op zitten en dan is dat gewoon een weldaad. Want anders dan, dan ben ik oud voordat ik er erg in heb. Ben ik eigenlijk wel, maar goed, dan wordt het nog ouder.